dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb voor december heel veel leuke video's klaarstaan, waarvan dit de eerste is. Ik ga jullie laten zien hoe je leuke kerstdecoraties zelf kan maken. En het zijn eigenlijk hele toegankelijke tutorials allemaal. Dus ik begin vandaag met het maken en decoreren van een kerstbal. Kijk gezellig mee. Ik begin meteen met het laten zien van de materialen die je allemaal nodig hebt. Je hebt in ieder geval katoenkoord nodig. En je hebt Fijntec nodig. Je kan ook een andere soort verf gebruiken. Maar ik vond Fijntec erg leuk omdat het een mooie metallic verf is. Je hebt een penseel nodig. Ik gebruik het Select Penseel 3.0. Dat is een vrij dun penseel. Wat ook makkelijk is voor kleine details. En je hebt een houten kraal nodig. En dit is het grootste formaat wat je in de shop vindt. Ik link ook even de materialen onder de video. Dan kunnen we beginnen. Oh, oeps. Je hebt natuurlijk ook een schaar nodig. Die is niet te missen. Het katoenkoord wikkel je om je hand heen en dat doe je 10 keer, zodat je een mooi bosje krijgt. Dan knip je het koord af. En vervolgens knip je nog een touw van ongeveer 30 centimeter af. Dat touw doe je door het lusje waar net je vingers zaten en dan zorg je dat beide kanten van het touw even lang zijn. En vervolgens doe je een dubbel knoop erin en zorg ervoor dat je het touw eventjes helemaal goed aantrekt, zodat hij echt goed strak zit. En aan de bovenkant doe je een dubbele knoop. Dan doe je door beide touwtjes tegelijk eigenlijk er een knoop in te leggen. En die trek je vervolgens weer goed aan. En dan knip je de bovenkant van het touw knip je eventjes af, zodat die netjes is afgewerkt. Vervolgens knip je nog een stukje van 15 centimeter en die wikkel je vast 2 keer om de bovenkant heen. En vervolgens knip je de onderkant van het touw knip je door. En zorg dat beide kanten van het touw weer even lang is. Vervolgens doe je met het touw wat je net om de bovenkant hebt geknoopt, aan de onderkant maak je een dubbele knoop. En die trek je weer stevig aan en die knip je vervolgens af. Nou, dan kan je beginnen met het katoendraad uit elkaar te draaien. Het touw is eigenlijk gemaakt door allemaal dunne draadjes en die zijn vervolgens in elkaar gewikkeld. Nou, door ze uit elkaar te draaien lijkt het net alsof je heel veel losse draadjes aan de tassel hebt toegevoegd. En dat doe je keer 20. De onderkant is natuurlijk nu allemaal ongelijk. Die pak je even goed vast en vervolgens knip je die netjes recht aan de onderkant. Nou, die is dan af. Dan kunnen we gaan beginnen met de kraal. En ik gebruik dus Fijntec en het belangrijke is dat je van tevoren eventjes goed het water op de Fijntec legt en dat in laat trekken. En als het is ingetrokken heb je echt een mooie metallic verf. Ga je daar water op gooien en meteen gebruiken, dan doe je eigenlijk vooral water op de kraal. En dat is zonde, want je wil natuurlijk een mooi metallic glanzend effect krijgen. Dus dat is de truc om de verf mooi dekkend te krijgen. Gewoon even het water in laten trekken en dan kan je er best wel veel water op doen. Ik vond het leuk om wat letters op te schilderen en vervolgens ook nog wat blaadjes ter decoratie erbij te schilderen. Fijntec kan je prima op hout gebruiken, maar het is niet zo slijtvast als andere verf. Dus je kan eventueel nog een lak erover doen, maar voor in de kerstboom kan het prima zonder lak. En dan kan je de tassel er doorheen doen. Krijg je niet meteen door de kraal, dan kan je even je penseel gebruiken om hem er doorheen te doen. En dan ben je alweer klaar. Ik ben helemaal blij mee. Dan zou de kerstboom in, toch? En dat was hem alweer. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Er komen nog veel meer tutorials aan, dus abonneer je vooral even op mijn YouTube kanaal. En zet het notificatiebelletje aan, dan krijg je weer een update als er een nieuwe video online staat. Tot de volgende keer. Doeg!